We zijn vandaag bij Johannes Orgelbouw en we hebben een open dag, een familiedag, waarbij we ja, de deuren openzetten voor jong en oud om te komen kijken naar wat we hier nou allemaal doen. En weet je, het is ook zo leuk voor de mensen die hier werken om te kunnen vertellen waarom hun werk nou zo belangrijk is voor de instrumenten die we maken. En het is natuurlijk een prachtige kans om ook weer nieuwe dingen te laten zien die we hier ontwikkeld hebben. Voor de jongeren is er van alles te doen. Knutselen, skelterbaan. Er zijn workshops voor orgel, voor het keyboard wat we demonstreren. Er is een koor. Straks hebben we nog samenzang. Ja, kortom, voor ieder wat wils. Ja. We gaan nu anders wat geven aan de heer of mevrouw W. Arends. We hebben een Johannes Wan gewonnen. Dat is een bijna een soort keyboardachtig, ja, toch met het ogelgeluid, zeg maar, waar je met een keyboard niet kunt krijgen, zeg maar. Dus daar zijn we zeker heel blij mee. Daar gaan we zeker gebruik van maken. Wij zijn bij Johannes de open dag. Heerlijke dag zingen, musiceren met elkaar. Daar wordt als koor mogen we de Johannes Wan presenteren en ja. Het is iets moois om te doen. Bij de open dag presenteren we de Johannes Wan als een begeleidingsinstrument. Dus niet zozeer een solo-instrument, maar ik heb een koor meegenomen. En wij laten door middel van ons repertoire de verschillende mogelijkheden van de Johannes Wan zien. Heeft ingezet voor Johannes. En toen kwamen we eigenlijk van, wat is nou een mooiere dag dan dat te doen als u daarbij bent. Want ja, zoveel van u kennen hem ook. Namens de directie en alle personeel ook van Johannes Orgelbouw, hartelijk dank. Dank voor alles wat we samen hebben meegemaakt. Met plezier. Dank u wel. Een mooie dag om te bezoeken, gezellig, goed georganiseerd en ja, goed bezocht wat ik gezien heb. Hartstikke leuk georganiseerd. Het was top geregeld, mooie samenzang, goed orgelspel, we hebben genoten. Echt heel mooi. Ieder jaar weer, als ik de gelegenheid heb, dan komen we hier weer naartoe. Het is erg mooi. Een geweldig inkijkje in een enerverend en dynamisch bedrijf. En ook mooi dat er naast muzikale kooroptredens, dat we ook de instrumenten konden bespelen. En eigenlijk zijn we stiekem wel een beetje verkocht aan de Opus 150, dus daar gaan we nu heel hard voor sparen. Oh, heel bijzonder. Ik heb ontzettend genoten van al deze mooie muziek en al de harmoniums die ik gezien heb. En de mensen om me heen waren heel gezellig. Nou, het was een magnifieke dag. Nou, ik vond het heel erg gezellig. Nou, ik vond het heel leuk om erbij aanwezig te zijn. Het is gewoon een mooie gelegenheid om gewoon de sfeer hier te proeven en hoe enthousiast de mensen allemaal werken.